Goedemorgen allemaal. Welkom bij week 2 van WOP. Nu staat het geluid aan. Er is geen wachtmuziekje van tevoren. Ik begin altijd gewoon om 10:15. Welkom allemaal, alle bijna 500. Leuk jullie allemaal te zien. Als ik nou linksonder kijk, dan zien jullie mij naar de chat kijken. Goedemorgen allemaal. Juist, het programma voor vandaag. Ga ik even terug naar mijn slide. We gaan het hebben over het ontwerpproces. Ik ga jullie een paar functieanalyses doorlopen en daar feedback op geven. Ik ga een nieuw concept uitleggen, prestatie. We houden even pauze en daarna ga ik heel veel voorbeelden laten zien van hoe je het verkennen en experimenteren kunt aanpakken deze week. Wat we dus gaan doen deze week. En ik hoop jullie daar wat tips voor te geven. Dit programma is een beetje wishful thinking. Veel van wat ik ga doen vandaag is nieuw. Dus ik hoop dat ik me hieraan kan houden. Zo niet, dan tweaken we het halverwege een beetje. Maar dit is het plan in ieder geval. Oké. Voordat we even inhoudelijk gaan beginnen. En inderdaad, als het in de chat iets rustiger kan, zou ik heel fijn vinden. Want ik probeer daar te kijken of jullie vragen hebben of niet. Dus like en subscribe. Ik stel het op prijs. Maar laat de grappen even achterwege tijdens het college. Oké. Sowieso gaan we vandaag beginnen met wat vragen. Ik ben benieuwd hoe het met jullie is. En ik ga een paar lullige testjes doen. Dus ik ga meteen even wisselen naar een ander schermpje, hopelijk. We gaan weer beginnen met een poll. Ik heb een paar vragen klaargezet. Dus open deze link op je telefoon. Ik zal hem ook even in de chat typen. Hopelijk doen mijn linkjes het wel. Weet ik eigenlijk niet eens, zo te zien wel. Dan moet ik naar mijn dashboard van die quiz. Waar heb ik je? Hier heb ik je. Oké. We beginnen vandaag met een makkelijke herhalingsvraag. Hopelijk. Even kijken of iedereen de link gevonden heeft. Ja, kijk, daar komen de stemmen binnen. Ik heb voor deze vraag even de antwoorden uitgezet. Ik ben benieuwd wat jullie zelf vinden en niet waar je op klikt als je de andere ziet klikken. Dus ik wacht even tot we boven de 300 zitten in ieder geval. Want jullie zijn met 400-500 als ik het goed zie vandaag. 480 zijn er als het goed is. Oké. Even kijken, ja, 350. Ik ga hem doorklikken, de verhoudingen veranderen ook niet helemaal meer. Ja, een functie is wat een ding doet. En dat is dus ook soms wat je wil dat een ding doet. Hè. Vorige week heb ik heel erg de focus gelegd op wat een ding doet. Kijken naar een apparaat en zeggen, oké, welke functie voert dat uit? Maar als je gaat ontwerpen, zeg je natuurlijk ook, wat wil je dat het doet? Wat moet het gaan doen? En dat kun je beschrijven als het nut van een ding. Iedereen die heeft geklikt op hoe een ding werkt, ja, dat is nou juist eigenlijk niet een functie. Een functie kun je altijd op 1000 manieren vervullen. Dus hoe je die functie vervult, hoe het werkt, dat kan altijd op heel veel manieren. Dus we proberen functies juist oplossing onafhankelijk te maken. Dus hoe een ding werkt was hier juist het foute antwoord. Ik zie een paar, de link werkt niet in de chat. Hij gaat af en toe op pauze, dus als je dat ziet, dan heb ik gewoon nog niet op next geklikt. Maar aangezien ik 350 stemmen binnen heb, ga ik gewoon door. Want dan doet hij het blijkbaar bij de meeste mensen wel. Volgende vraag. Als de functie is wat een ding doet of moet doen, wat is dan de functie van college wat jullie betreft? Ik heb nu al spijt dat ik hier de antwoorden ook van uit heb gezet, want dan kan ik niet zien waar jullie op klikken. Dan moet ik ook wachten. Ah, iemand zei in de chat, bij die eerste vraag stond meerdere opties mogelijk en je kon maar op één klikken. Correct, ik had de instelling verkeerd gedaan, zie ik nu. Gelukkig was dat de enige waar dat voor gold. Excuus. Oké, wat is de functie van college? Kijk, allemaal fout. Tenminste, deze vraag stop ik ertussen omdat ik even wil vertellen wat ik als de functie van college zie. En dat is jullie over de stof nalaten denken.
bedoel, ik vertel niet heel veel. Ik laat dingen zien. Maar colleges werken alleen maar als jullie er zelf over nadenken. Als je actief meedoet met de vragen. Als je kijkt naar de voorbeelden die je laat zien en nadenkt. Wat kan ik hiervan leren? Dus ik kan jullie niet iets laten begrijpen. Dat moet je echt zelf doen. Ik doe altijd mijn best om dingen te laten zien en er vragen bij te stellen waar jullie zelf een tekeningetje van moeten maken, antwoord op moeten geven, over na moeten denken. Als je dat niet doet, dan werkt college niet. Je hebt allemaal de ervaring van een documentaire kijken of een boek lezen en de volgende dag denken, ik weet er eigenlijk niks meer van. Dat kun je alleen voorkomen door actief bezig te zijn. Dus vandaar dat ik al die quizjes en dingetjes doe. Probeer daaraan mee te doen. Ook straks als het niet van die klikquizzen zijn, maar als je wat meer zelfstandig moet werken. Oké, dus dat is hoe ik de functie van college zie. Dat is wat ik probeer te doen met colleges. Jullie over de stof na te laten denken. Doe je best om jezelf ermee te helpen. Oké, next. Ik ben benieuwd hoe het ermee is. Jullie zijn begonnen aan het ontwerpproject. Jullie hebben een analyse gemaakt. Lukt het een beetje? Kijk, de meesten zitten bij, ik heb er vertrouwen in, dat is goed. Ik was een beetje bang dat iedereen ja, jouw eitje zou klikken. Ingenieurs willen wel eens arrogant zijn. Dat kan gezond zijn omdat je dan projecten aanpakt die je anders niet had aangepakt. Maar je moet er een beetje mee oppassen. Maar dit is goed om te zien, dat jullie denken het komt goed. Maar dat het geen inkoppertje lijkt voor de meesten. Ik denk dat het nog moeilijker wordt, zal ik zeggen. We beginnen rustig. In week 3 en 4 wordt het, loop je vaak tegen alle complexiteit aan. Dus hou er rekening mee. Ook als je nu denkt, eitje, of het komt helemaal goed. Nog een vraag waar ik benieuwd naar ben. Hebben jullie gezien dat ik na een vorig college in een announcement op Brightspace een PDF had gepost? Terwijl jullie stemmen zoek ik nog even de link op van de poll, zodat nieuwe mensen erbij kunnen. Staat nog een keer in de chat. Oké, hier was ik ook bang voor. Dat heel veel mensen zouden zeggen nee, wat? Wat ik gedaan heb, dat formuliertje wat jullie vorige keer aan het eind van het college hebben ingevuld, daar heb ik antwoord op gegeven. Even kijken, ik moet even schakelen. Ja. Ik heb een announcement gepost. Hier antwoord op al jullie vragen. Dat doe ik elke week. Dat is het formuliertje waarmee ik het college afsluit en waarin je kan zeggen wat je nog niet zo goed snapte, waar je nog vragen over hebt. Ik geef elke week antwoord op al die vragen in één hele grote PDF. Daar kun je met Ctrl+F je eigen vragen in zoeken. Of je kunt er een beetje doorheen scrollen om te kijken of er wat tussen staat wat voor jou misschien ook nuttig is. Maar elke week komt er dus een grote PDF met antwoord op alle vragen die jullie hebben. Die wordt per week wat korter. De eerste week zijn dat er vaak heel veel. Maar weet dat die er dus is en dat ik die in announcements plaats elke week. Oké, en dat helpt met die vragen. Als jullie zeggen wat je niet snapt, dat helpt mij ook heel goed om te checken of mijn college klopt of niet. En of aankomt wat ik hoop dat aankomt. En dat jullie hebben nagedacht over waarvan ik hoopte dat je erover hebt nagedacht. Dus ik stel het ook heel erg op prijs als jullie dat blijven invullen. Oké, next. Nog een check. Hebben jullie de losse video over het ontwerpproces gezien? Heb ik vorige keer naar verwezen in college. Elke week geef ik jullie live college en post ik één of twee of meerdere losse video's op Brightspace. Hier is ook een heel aantal mensen die zegt, of vergeten, oké, dan wist je er in ieder geval van. En ik zie heel veel stemmen binnenkomen op wat. Deze week zijn er weer ook losse video's op Brightspace om te kijken. Ik zal er straks vlak voor de pauze even laten zien waar die dan staan. Ik heb ze beter vindbaar gemaakt, omdat hij stond een beetje verstopt. Ze staan nu op twee plaatsen op Brightspace, dus je kunt er moeilijk meer overheen kijken. Ik ga dat straks laten zien, maar weet dus, elke week is er dit... voor het project. En ik maak ook elke week korte video's waar je zelf doorheen kan klikken over de theorie achter ontwerpmethode. Oké, tot zover de quiz voor vandaag.
Bedankt voor het meedoen. Iemand zegt in de chat, gelukkig ben ik niet de enige die het vergeten is. Nee, maar denk daar wel aan. Want dat zijn echt cruciale dingen. Soms is het ook tentamenstof die in die losse video's staat. Ik doe dat in losse video's omdat ik die theorie daar wat beter gewoon goed gepland, compact in een video kan zetten. Live ga ik dingen vergeten en maak ik er soms een rommeltje van. Dus zoek die dingen elke week echt op. En ik zal er proberen elke week naar te verwijzen. En als er vragen zijn die ik niet live beantwoord omdat de chat te druk is of omdat ik denk dat het even niet uitkomt, stel die dus altijd in dat formuliertje achteraan het college. Want nogmaals, ik geef er altijd allemaal antwoord op. Oké. Bijvoorbeeld over de opdracht voor het Vier-Stangen-mechanisme. Kan ik nu niet uitleggen. Vraag hem in het formuliertje aan het eind. En dan geef ik daar het antwoord. Maar een van de dingen die er vorige week uitkwam uit wat vonden we nog niet zo duidelijk, was het ontwerpproces, waar die video dus over ging, maar vooral ook de planning van het hele project. Hoe ziet het hele project er nou uit? En daar wil ik even snel met jullie doorheen. En dat gaan we zo doen. En dit ga ik echt even snel doen, want de tekening die ik maak is ook die procesvideo die al op Brightspace staat, die je dus afgelopen week had kunnen kijken. Dus als je denkt, wauw, dit gaat heel snel, kijk naar die losse video. Want in die video leg ik uit dat het ontwerpproces altijd begint met een wollige opdracht. En dat stap 1, wat jullie afgelopen week hebben gedaan, is om daar een analyse van te maken. En vaak maak je dan een rijtje functies en een programma van eisen. Daarna ga je heel erg de breedte in, ga je allerlei ideeën verzinnen. Een paar van die ideeën werk je verder uit tot concepten. Daar ga je binnen nog een beetje verkennen. Die ga je dan beoordelen. Die is misschien heel goed, die is wat minder en die is misschien fantastisch. En dan ga je vanaf dat moment pas echt met één idee of één ontwerp ga je door. Maar dat is vaak ook nog een heel proces waar je tegenslagen oploopt. Dat je even terug moet en testjes en berekeningen moet doen. En daar komt dan een ontwerp uit. Een ontwerp waar we ook wat over weten. Waar dat getest is en waar je kennis over hebt. Vergrootglaasje. Dus dat is het ontwerpproces als geheel. Van wollige opdracht naar getest en gedocumenteerd ontwerp. En hoe ziet dat dan er dan uit in het vak? Nou, jullie hebben al gemerkt, dit hebben we ongeveer week 1 gedaan. Die analyse van die wollige opdracht. Nog ontdekken, wat zitten daar voor onduidelijkheden in? Wat moeten we daarmee? In week 2, deze week, gaan we dit doen. Heel erg de breedte in. In week 3 ga je daar concepten van maken. Ga je een paar van die ideeën nog verder uitwerken. In week 4 kies je er eentje. Dan lever je ook je eerste verslag in. Dus dit hele gedeelte hier links. Oh ja, wel, ik sta wel op video. Dit hele gedeelte hier links is verslag deel 1. Die lever je eind week 4 in. In week 5 gaan we een prototypje maken. Ga je die lasersnijbestanden maken. In week 6 krijg je die dan en ga je die testen. In week 7 blijkt dan meestal dat je even terug moet om aanpassingen te doen, om back to the drawing board te gaan vaak. Omdat je eerste prototype of het net niet deed of niet helemaal zoals je wilde. Of soms doet hij het totaal niet. Dan heb je in week 7 nog een kans om te itereren, zoals we dat noemen. Dan kun je overnieuw gaan. En ook het 3D-programma dat je daarvoor gebruikt en dergelijke, dat leggen we allemaal dan uit. We gaan ons eerst focussen op dit gedeelte van het proces, op het exploreren en de concepten maken. Het exploreren gaat vandaag ook, daar ga ik het vandaag over hebben. In week 8 leg je dat dan allemaal vast. Dan documenteer je dat in een mooi nieuw verslag. Aan het eind van week 8 lever je het tweede gedeelte van je verslag in. En in week 9, zoals ik heb gezegd, gaan we hopelijk nog zo'n testdag organiseren. Dat we ze allemaal daadwerkelijk achter elkaar zetten en kijken of we de 96 doorgeefstappen kunnen halen. Dus, dit is het ontwerpproces als geheel. Ik heb er een losse video over gemaakt, maar zo zit het over de weken verdeeld. Dat wilde ik even snel doorlopen, omdat daar veel vragen over bleken te zijn. Oké, nogmaals, jongens, hou die chat een beetje serieus.
en praktische vragen over wat moeten we wanneer inleveren. Bewaar dat alsjeblieft voor dat formuliertje aan het eind. Anders kan ik echt niet daar de relevante dingen voor het college nu uitvissen. En dat is nu jammer. En straks is het... wat ging ik zeggen? Ja, straks als we de opdracht gaan doen is het daadwerkelijk onhandig. En ik zal eens even gaan kijken of we volgende keer een moderator of zo moeten toevoegen. Want dat kan ik niet multitasken. Dus het is nu zoals het is. Gedraag je een beetje. En voor volgende keer gaan we proberen dat beter te organiseren dan. Oké. Wie moet ik blokkeren? Ik heb dus niet eens gezien wie. Oké, ik ga dit niet nu doen. Sorry, als dat voor jullie afleidt, dat ga ik de volgende keer anders organiseren dan. Zo, volgens mij heb ik gedaan wat jullie me vragen. Nee, jullie zien mij. Oké, anyways, zoals ik zei, ik kan dit niet nu doen. Dit ga ik volgende keer oplossen, sorry. Wat ik nu met jullie wil gaan doen, is, als ik mijn eigen aandacht er weer even bij houd en jullie ook proberen de onzin te negeren, is ik wil door een aantal van die functieanalyses van jullie gaan lopen. Ik heb er gewoon een random aantal gedownload en op mijn scherm gezet. Dat wil ik met jullie gaan doorlopen. Gewoon om een beetje aan te wijzen welke dingen ik goed vond, welke dingen er beter kunnen, enzovoort. Dan moet ik ze even opzoeken waar ik ze gelaten heb. Hiero. Oké. Dan moet ik naar mijn juiste schermpje. Nogmaals. Gewoon wat willekeurige heb ik er op het scherm gezet. Als je ertussen staat of niet tussen staat, dat zegt niets over het niveau of over het resultaat. Wat me bij deze vooral opviel, was A. Dat het was eigenlijk bij iedereen zo. Die functies zijn allemaal heel netjes geformuleerd. Jullie hebben dat echt goed opgepakt vorige week. Ik zie bijna in geen enkele functieanalyse dingen als stabiliteit als functie. Het is altijd het mechanisme stabiel houden bijvoorbeeld. Of voorkomen dat die omvalt. Ik zie ook al bij een heel aantal mensen die hebben al ideetjes en tekeningen gemaakt. Super gaaf. Heel goed om daar meteen mee te beginnen. Zolang je over die functies na blijft denken. Ik zou jullie wel willen vragen, probeer de computer er nog even buiten te laten. Het punt voor het enthousiasme hoor, dat er al een 3D-model is, echt waar. Maar de ervaring leert dat handtekeningetjes in dit stadium van het proces productiever zijn. Je teamgenoten kunnen daar beter op reageren en op doorborduren. Het is voor jezelf makkelijker om het aan te passen. Als je het op een whiteboard doet, dan kun je daar een discussie over hebben. Maar ook op papier is het makkelijker dingen delen en dingen aanpassen van elkaar. Dat is een skill die je moet oefenen. Dus probeer het even op papier te houden nog deze week. Ondanks het feit dat ik het enthousiasme dat hieruit spreekt op prijs stel. Leuk. Even kijken. Nog eentje. Hier zie je inderdaad wel iemand die voor bij de ideetjes al met de hand ook heeft getekend heeft. Wat was me hier ook alweer opgevallen? Wederom prima functieanalyses. En wat me opviel is dat jullie inderdaad heel erg gesplitst hebben die verticale en die horizontale beweging. Volgens mij heb ik daar ook een beetje het over gehad vorige week. En deze week wordt het een beetje de vraag of je die functies productief hebt gedefinieerd. Want de conclusie is, het is niet goed of fout. De ene functiedefinitie levert alleen meer ideeën op dan andere ideeën. En soms kom je erachter dat als je hier op verticaal verplaatsen gaat schetsen en op horizontaal verplaatsen gaat schetsen, dat je een beetje op dezelfde ideeën komt. En soms is het dan misschien productiever om, weet ik veel, verplaatsen terwijl je energie toevoegt en verplaatsen terwijl je passief verplaatsen zonder dat er energie toegevoegd wordt. Zou misschien meer ideeën op kunnen leveren. Dus die functiedefinities zijn niet goed of fout. Ze kunnen wel fout gedefinieerd zijn in de zin van dat ze geen leidend voorwerp en een werkwoord hebben. Maar er is niet één beste definitie. Dus blijf hierover nadenken als je aan het ideeën tekenen bent of je hier tevreden over bent.
Want als ik even tussendoor terugga naar mijn tekening, stiekem in dit ontwerpproces is het natuurlijk niet zo mooi van links naar rechts. Maar heb je feedback loopjes. Als je hiermee bezig bent, dan pas je die nog een keertje aan. Sterker nog, als je hier bezig bent, ga je vaak ook nog terug naar je opdracht. En hier al, bij die keuze al helemaal. Dat noemen we een iteratief proces. Je maakt vaak heel veel rondjes. Blijf dat doen op basis van die functieanalyses die je nu hebt. Oké, en excuses voor de chat. Voor mij is dit ook nieuw. Jullie hebben een aantal tips gegeven om dit te voorkomen. Volgende keer ga ik doen. Ik probeer het nu gewoon een beetje te negeren en te hopen dat het zometeen, als ik de chat nodig heb, goed gaat. Dat lukt vast. Oké. Nog een aantal dingen. Wat me ook opvalt is dat een heel aantal mensen hebben dit best wel summier gehouden. Hè. Dit is prima lijst functies. Er komen zo'n paar voorbeelden van mensen die het iets uitgebreider hebben gedaan met iets meer uitleg. En dat kan een productieve manier zijn om het uit te leggen vooral. Hier zie je ook dat mensen, deze groep heeft best wel uitgebreid nagedacht. Hier is ook goed nagedacht, oké, wat kan er allemaal misgaan? Maar het rijtje functies is eigenlijk heel summier gebleven. Dus als je hierover aan het nadenken bent, probeer dat dan ook te vertalen naar een uitgebreidere, productievere lijst functies. Oké, next. En bijvoorbeeld wat je kunt doen is die dingen clusteren. Dat je een soort algemene functie schrijft en dat je daar nog weer deelfuncties van die deelfunctie maakt. Het wordt een soort boomstructuur. Je hebt de hoofdfunctie, dat heeft deelfuncties en elke deelfunctie heeft weer deelfuncties soms. Het is niet functions all the way down. Ik bedoel, op een gegeven moment is het, ben je klaar. Dan wordt het te specifiek. Maar dit kan een hele mooie layout zijn om die functie steeds specifieker te maken. En ook bijvoorbeeld als je zult gemerkt hebben dat sommige van die functiedefinities, die zijn eigenlijk maar in 50% van de gevallen relevant. Ik bedoel, stel je werkt met elastiekjes. Je kunt ook iets verzinnen met contragewicht, dat helemaal zonder elastiekjes werkt. Dan zijn alle functiebeschrijvingen die met het elastiekje vasthouden of elastiekjes energie loslaten, die gelden dan niet. En soms kun je met van die categorieën dan de algemene oplossings onafhankelijke definitie schrijven. En daaronder dan een lijstje misschien van dingen die wat specifieker zijn al. Dus qua layout en qua structuur van een functieanalyse is dit kan dit heel goed zijn. Wat er ook gebeurt is dat heel veel mensen dingen hebben ingeleverd van meer dan één pagina. Kijk, deze week was het natuurlijk geen ramp. Dit was puur zodat ik een beetje kon kijken of het goed ging. Sorry, ik raak afgeleid. Ik denk, ik ga die chat fixen, maar nee, dat doe ik zo in de pauze. Dus, volgende keren als er een eis is, lever één pdf in, één pagina in. Lever dan alsjeblieft gewoon één pagina in. Dan weten wij dat we krijgen waar we op kunnen rekenen. En bij het verslag, daar wordt ook een heel strikt gevraagd, lever het van zoveel pagina's in met deze indeling. Daar moet het gewoon aan voldoen, anders gaat je cijfer ook naar beneden. Maar wat ik toch even wilde laten zien bij deze groep die veel te veel heeft ingeleverd, wat ik heel goed vond, was dat een aantal van de ideetjes die zij schetsen, dat is al heel erg in het materiaal. Dus dit zijn echt PMMA-plaatjes. Andere tekeningen zijn nog wat schematischer, dat zie je bij anderen ook. Maar teken af en toe dan zo'n systeempje echt in het materiaal dat we gaan gebruiken deze week. Voor deze week is dat heel belangrijk dat je af en toe echt het materiaal tekent. Dat gaan we zo in de tweede helft van het college ook zien. Maar dat vond ik hier goed. Los van het feit dat het dus niet strikt genomen de opdracht deed, omdat het te veel A4'tjes waren. Bij deze, dit zag ik ook heel veel, dat mensen echt uitgebreid nagedacht hebben. Gave voorbeelden. Dit is een soort pijl- en boogconstructie waar vuur mee gemaakt wordt, waarmee je van een touwtje van een elastiekje een draaiende beweging kan maken. Ik weet niet hoe goed dat idee is, maar het is leuk om te onderzoeken. Hier zie je wel dat dit eigenlijk niet zulke goede functiedefinities zijn. Dus ze zijn heel uitgebreid. En er staat bijvoorbeeld ook meerdere elastiekjes bundelen aan een uiteinde, zodat niet het hele mechanisme stopt als er eentje knapt. Goed idee. Maar de functie daarvan is voorkomen dat één kapot elastiekje het geheel kapot maakt.
iets algemener gezegd. En dat kan misschien wel op meerdere manieren. Dus als je zo'n goed idee hebt, probeer je af te vragen, waarom is dit een goed idee? Haal de functie eruit en dan kan het misschien op 1000 manieren. Dus hier is volgens mij heel goed nagedacht, maar die vertaling naar die functies is hier nog niet zo goed gegaan. Dit is echt te lange zinnen voor een functie en te veel oplossingen zitten er al in gebakken. Ook hier, hè, functie van het draaiende onderdeel is het in beweging zetten. Wie zegt dat er iets moet draaien? Misschien kunnen dingen wel schuiven. Dat weet je helemaal niet. Paul. Dat is professor Paul. Professor Paul kan geen bordjes lezen die op de deur staan. Oké. Die krijgen jullie in jaar 3 van jullie college, krijgen jullie professor Paul nog uitgebreid voor de zaal. Het is altijd gaaf hoor, daar niet van. Next. Hoe ver ben ik? Halverwege. We lopen ook een beetje uit in de tijd. Zoals ik had verwacht eigenlijk. Maar we gaan er nog een paar bekijken. Wat je hier ziet is weer een andere soort layout voor de functie. Je hebt hier die deelfuncties en daaronder komt dan een hele rij eigenlijk al ideeën. Dit is eigenlijk een soort morfologische kaartel die jullie deze week moeten gaan maken, maar dan op zijn kant. Maar hier, je kunt ook zo een boomstructuur maken. Je hebt hoofdfunctie en dan deelfunctie. En hier hadden ook nog weer extra deelfuncties onder gekund. Want bijvoorbeeld knikker opvangen. Ja, dat is, weet ik veel, de positie nauwkeurig maken. Maar het is ook de verticale energie opvangen zonder dat het kapot gaat. Dus dit zijn eigenlijk heel algemene functies die ik hier zie. Dat vind ik niet zo goed. Maar die layout zou zich ook heel goed kunnen lenen om dan onder elk zo'n ding weer een aantal deelfuncties van de deelfunctie te doen. Zoals, welke had dat nou? Dat is eigenlijk een beetje een alternatief. Scroll. Houd mijn computer ermee op, nee. Een alternatief van deze layout is dat. Maar dan in een tabel. Kan ook. Even kijken. En hier ook, hier doen mensen het een beetje anders. Die zeggen hier de functie. Wel, optillen is geen functie. Wat tillen we op? Maar je kunt ook in plaats van een deelfunctie daaronder nog wat schrijven waarom die functie belangrijk is of wat er mis kan gaan. Dus een soort uitlegje onder elk van die heel summier gedefinieerde functies kan ook een prima manier zijn om het te presenteren. Dat kan er ook zo uitzien. Opvangen van de knikker en dan een korte toelichting. Ik vind dit wel heel veel tekst, maar qua opmaak of qua structuur van het document kan dit heel goed. Want je wil het zo summier mogelijk verwoorden, zo'n functie. Maar de uitleg ervan kan toch wat toevoegen voor de lezer. Dus dan definieer je het heel strak en dan geef je hem met een beetje 1 of 2 losse zinnen eronder weer wat je bedoelde. Dus dat kan ook. Prima is dit. En dan een laatste ding. En dat gaat niet zozeer over de functies, maar meer al het zoeken van voorbeelden. Ik vond het super gaaf om te zien dat er best wel veel onverwachte dingen tussen zitten. Zoals ook hier zo'n vliegtuig met een elastiekje dat draait in plaats van trekt om er energie in te stoppen. Dat kan. Had ik nog niet aan gedacht. En er zijn natuurlijk heel veel knikkerbanen. Maar wat ik jullie dan zou aanraden is als je een voorbeeld ziet, om daar kleine analyse tekeningetjes van te maken. Dus om niet alleen maar het plaatje in je verslag te zetten of in het document dat je tussendoor aan je projectdocent laat zien. Met bronvermelding trouwens, die mis ik heel vaak, de bronvermelding. Maar dat je dan naast zo'n plaatje ook een tekeningetje maakt. Ja, dat geldt ook voor deze voorbeelden. Want ik snap als buitenstaander niet helemaal wat hier bedoeld wordt met deze constructie. Dus dan ga ik even naar mijn... En maak er dan zo'n tekeningetje als dit bij, waarmee je laat zien hoe dat voorbeeld dat je hebt gezien werkt. Dus dat is dan niet een tekening van een eigen idee, maar een tekening van van iets dat je gevonden hebt. Maar dat legt vaak veel duidelijker uit hoe het werkt. En dan kun je alle irrelevante dingen weglaten. Dus probeer analyse tekeningetjes te maken van de voorbeelden die je ziet. En als allerlaatste ga ik even naar een ander schermpje. Als allerlaatste viel het mij op dat ik heel weinig voorbeelden zag van lasergesneden PMMA dingen of lasergesneden hout dingen. Jullie hebben heel veel gave mechanismen gevonden. Blijf daar naar zoeken, supergoed.
Maar denk ook nogmaals aan het materiaal waar je in moet gaan werken. En toen ik zelf dit aan het voorbereiden was, ben ik gaan zoeken op laser cut mechanisms of acrylic mechanism of een mechanical toy laser cut of iets dergelijks. Dan krijg je dit soort ongein. En daar zitten heel veel mechanismetjes in die jullie zo kunnen kopiëren, die je echt nodig hebt of kunt gebruiken in het materiaal. Zo vond ik ook dat, dat T-stukje verbinding die in het voorbeeldstukje zit. YouTube staat ook vol met dit soort video's van gave knikkerbanen waar met elastiekjes en andere energieopslagmethoden zo'n knikker alle kanten op getild en geschoten wordt. Kijk dat eens na. Ik zal zo in de pauze dit linkje in de chat gooien. Dan kunnen jullie mijn voorbeeldjes zien. Maar zoek ook naar het materiaal en de constructie daarvan. Dat viel me heel erg op dat ik dat nog miste. Terwijl daar moeten jullie wel in gaan nadenken. Oké. Ik kijk even naar mijn lijstje die ik wilde gaan beschrijven. Ja, Fleur stelt een goede vraag. Wij kregen juist te horen van onze projectdocent en mentor dat we niet al moesten gaan ontwerpen. Zijn die tekeningen niet al gedeelte van het ontwerpen en niet deel van het opstellen van de functies? Ja, daar wordt een beetje verschillend over gedacht. Maar dat die schetsjes, dat is ook analyseren. Hè? Als je zo'n voorbeeld vindt en je wil vertellen welke functie dat doet, dan kun je daar een schetsje van maken om dat veel duidelijker te maken. En ook als je toch een idee in je hoofd hebt, ja, zet het dan alsjeblieft op papier en kijk er daarnaar en denk dan, welke functies doen al die onderdelen? En zodat je daar een definitie van hebt, zodat je daar nog weer in de exploratiefase deze week en komende week meerdere ideeën van van kan gaan doen. Waar al die projectdocenten die zeggen, ga nou niet al ontwerpen op pushen, dat doe ik ook, is dat je niet al vast komt te zitten in één idee-richting. Want dat gebeurt vaak. Zodra mensen beginnen te tekenen, zeker als je begint te 3D-modelleren, dan kom je vast te zitten in, dat is mijn idee. En dat moet je heel erg voorkomen. Dus ja, de nadruk lag afgelopen week nog op de functies. En deze week ligt het op zo breed mogelijk gaan. Ik ga daar tweede uur heel veel over vertellen. Dus tuurlijk mag je tekenen. Je gaat niet je ideeën in je hoofd laten zitten als je ze toch hebt. Maar probeer deze weken nog heel erg de breedte in te gaan en te blijven nadenken. Wat doet dat eigenlijk en wat moet het doen en doet het dat allemaal? Dus dat is als antwoord op die hele goede vraag. Oké. Iemand anders vraagt, zaten er niet te veel functionele eisen tussen de functies? We moesten die er allemaal uithalen. Ja, die twee dingen lopen een beetje in elkaar over. Mijn tip zou zijn, maak los een programma van eisen met de functionele eisen en de prestatiecriteria. En deze functieanalyse was vooral bedoeld om jullie de grondstof te geven om deze week mee te gaan doen. Dat is even in het kort mijn vraag op die antwoorden. Ik wil nog één ding doen, ook al zijn we bijna door de tijd heen. Dus dit eerste stukje wordt ietsje langer. Ik ga nog één ding uitleggen en daarna gaan we even pauze houden. En inderdaad, in de chat probeer de random mensen te negeren. Ja, ik ga hem unlisted maken volgende keer. Foutje van mij. Sorry, ik moet het ook even leren. Wat wil ik gaan uitleggen? Ja, ik had gezegd dat ik feedback ging geven op de functieanalyses en dat ik een nieuw concept ging uitleggen, namelijk prestatie. En dat is eigenlijk een toevoeging op wat we vorige keer hebben gedaan. Dus ik ga eerst weer even vertellen wat ik vorige keer heb verteld en dan voeg ik dat nieuwe eraan toe. Oké, vorige week en net de hele tijd hebben we het gehad over functies. En we hebben het er continu over gehad dat zo'n functie kun je op 1000 manieren doen. En de manier waarop het, zeg maar, hoe het echt werkt, dat noemen we ook wel het mechanisme. Dus je kunt zo'n functie altijd op, ja, eigenlijk wel oneindig aantal manieren vertalen naar concrete mechanismen, concrete opties. Dus dat onderscheid, daar ging vorige week over. En nu wil ik daaraan toevoegen een derde concept, namelijk prestatie. Prestatie. Want elk mechanisme
Net zoals elk functie op 1000 verschillende manieren kan, heeft elk mechanisme 1000 eigenschappen, gewicht, grootte, kosten, snelheid, die het kenmerken. En een paar daarvan vind je vaak belangrijk. Die zeggen hoe goed het de functie vervult. En dat noemen we de prestatie. Als ik een moertje aan het ontwerpen ben bijvoorbeeld, maakt de kleur waarschijnlijk in het algemeen niet heel veel uit. Dus dat is wel een eigenschap, maar niet een prestatie. Maar de kosten, hoe goedkoper, hoe beter. Hoe sterk het is, hoe hoger, hoe beter. Dus dat is, je hebt de functie, je hebt het mechanisme en je hebt de prestatie. Dus dit is wat het doet en dit is hoe goed het dat doet. Bijvoorbeeld, en nu wil ik even dat jullie mee gaan denken. Dus neem de chat over. Bijvoorbeeld, ik heb het de hele tijd over paperclips gehad vorige week. Dit is een paperclip, maar dit is ook een paperclip. En wat zijn nou prestaties waarop die doen ongeveer hetzelfde. Hè? Ze binden alle twee papier bij elkaar. Maar als je nou zou moeten zeggen, wat zijn prestatieverschillen tussen die twee? De een presteert beter dan de ander. Wat zijn dan tussen deze paperclip en die paperclip verschil? Jos zegt grootte. Ensar zegt kracht. Correct. Sander zegt zoveel mogelijk papier aan elkaar binden. Ja, die doet meer, hè? Die doet minder. Renske zegt terecht, die is kleiner. Hier kan ik er meer van in mijn etui zetten dan die. Die is ook cheaper dan die. Nou zou ik zeggen, het maakt me niet heel veel uit dat verschil, want het zit alle twee in de categorie centen. Dus ja, dan is dat misschien geen heel belangrijke prestatie. Voor mij in ieder geval, in dit geval. Renske zegt ook nog makkelijker te maken. Bedankt daarvoor. Dat is een mooie waar ik even op aan wil haken als zijnde fout. Vooral dat woordje makkelijk. Want de truc waarom ik dit even wil doen, is dat je heel goed moet definiëren wat je daar dan mee bedoelt. Het moet objectief vast te stellen zijn. En als je zegt makkelijk te maken, ja, wat betekent dat? Is dat goedkoper te maken, sneller te maken, met minder machines, met minder arbeid? Dus je moet dat kunnen meten, zo'n prestatie. En duurzaamheid bijvoorbeeld ook. Ja, hoe meet je dat? CO2-uitstoot, dat kan. Maar duurzaamheid aan zich is te algemeen. Iedereen, daar kun je verschillende dingen mee bedoelen. Iemand zegt, de een is vegan. Volgens mij, ik hoop dat ze alle twee het zijn. Makkelijker te maken. Ik scroll er even doorheen. Iemand zegt buigbaarheid. Ja, dat is inderdaad een eigenschap van het materiaal. Maar het is niet heel erg belangrijk voor de... Dat definieert niet hoe goed het de functie doet, buigbaarheid volgens mij. Ja, de buigbaarheid leidt ertoe dat het misschien meer papier bij elkaar kan houden. Of dat het bij elkaar kan houden terwijl je er harder aan trekt. Dus ik zou dat denk ik geen prestatie noemen. Dus een prestatie is echt de definitie van hoe goed iets de functie doet. En goedkoper is inderdaad, ja, goedkoper is waarschijnlijk beter. En meer papier is misschien ook beter. En kleiner is misschien beter. Iemand zegt grijs. Ja, nou, die is grijs, die is zwart. Nou, voor de functie maakt dat niet heel veel uit. Dus als ingenieur zou ik dat niet per se als prestatiecriterium gebruiken, dat het een andere kleur heeft dan een ander. Heel soms maakt dat uit. In de ruimte moeten dingen soms echt zwart of reflectief zijn. Maar meestal is kleur niet heel belangrijk. Iemand zegt ook de grootte is makkelijker te gebruiken, zegt Tijmen. Ja, wat bedoel je daarmee? Hoe zou je makkelijker te gebruiken kunnen definiëren op een objectieve manier? Iemand zegt de zwart is op meerdere manieren bruikbaar. Ja, ik gebruik hem ook om mijn camera hier op zijn plek te houden. Dat zou niet gaan met die paperclips. En makkelijker, dan moet je iets, dat is niet te meten. Sneller, met minder stappen of met minder handen of met minder opleiding. Daar kun je allemaal objectief een getalletje aan hangen. En dat punt van dat je het objectief moet kunnen beschrijven, daar gaan die losse video's over deze week. Ga ik zo laten zien. Maar eerst maak ik even mijn tekeningetje af. Het punt van wat ik hieruit wil leggen is dus dat je hebt functie, je hebt de mechanismen, de opties, en je hebt prestatie daarvan. En die prestaties, die kun je gebruiken om een keuze te maken. Welke je dan uiteindelijk gaat toepassen. En dat is altijd een kwestie van relatief. De een is sneller, goedkoper of duurder dan de ander. Dus je hebt ook al die opties nodig om te bepalen hoe goed je de prestatie vindt. 100 km per uur, is dat snel? Ja, weet ik niet. Voor een fiets wel, voor een racewagen niet. Die hebben andere alternatieven ernaast hangen.
Dus dat is, en dat is ook tijdens de ideefase belangrijk om in je achterhoofd te hebben. Niet alleen wat moeten doen, maar ook hoe doet het dat goed? Dat is nieuw deze week. Want dan kun je bijvoorbeeld denken, goh ja, die is, omdat die zo plat is, is die, passen er meer in mijn etui. Dat is, die is compacter op te bergen. Er gaan er meer in een kubieke decimeter dan die. En dan zou je eens kunnen gaan denken, goh, hoe kan ik misschien toch uit dat hele krachtige plaatmateriaal iets maken dat zo compact is? En dan vind je misschien bijvoorbeeld, dit is een mooi boek over de geschiedenis van dit soort kleine mechanismen. Kom ik zo ook nog op terug. Maar dan zie je bijvoorbeeld dat er vanaf het begin van die paperclips al ook een soort plaatjes materiaal bestaan. Plaatjes metaal waar je papier tussen schuift. Die zijn krachtiger dan die, houden meer papier bij elkaar, maar zijn veel platter dan die. Dus dan kun je ook je ideeën gebruiken en je kritische analyse van wat de prestatie is om nieuwe ideeën te krijgen. En als die duurder is dan die, ja, hoe maken we hem dan goedkoper? Als die meer kracht levert dan die, hoe maken we zo'n gebogen stukje staaldraad dan krachtiger? Dat kan misschien wel. Ga deze week ook nadenken over prestatie in de zin van wanneer doet het goed? Dit is even een inleiding daarover. Ik heb daar ook losse video's over gemaakt en ik had beloofd dat ik dat ging laten zien. Moet ik even naar een ander browservenstertje toe? Heb ik natuurlijk gesloten. Lekker dan. Ga ik daar gewoon even hierheen. Ben ik uitgelogd. Huppakee. Waar staan die dingen? Die extra video's over prestatiecriteria bijvoorbeeld, over het programma van eisen en over het onderscheid wat ik net uitgelegd heb tussen functie, optie en prestatie. Die staan natuurlijk bij content. Ratel. Ze staan altijd hier bij colleges, video's en slides. Daar is per week staan daar de links en de slides van woensdag. De link ook naar maandag, maar ik post mijn slides niet, omdat het altijd alleen maar plaatjes zijn. Maar daar heb ik nu ook een aparte categorie uitlegvideo's ontwerpmethode. Daar staat dat ontwerpproces van vorige week. En er zijn er een stel nieuwe bijgekomen. Die onderste twee zal ik in tweede uur zo nog uitleggen wat dat zijn. Maar criteria staan daar al tussen. Ze staan hier. En ik heb ze ook bij T2 onder het groepsproject gezet. Daar staat ook uitlegvideo's ontwerpmethode. Dat zijn dezelfde video's. Maar ik dacht, ik zet ze op twee plekken en dan vinden jullie ze zo, sowieso. Dus die criteria video's, die leggen dit uit waar ik het net over gehad heb. Reinia vraagt, is het handig om nog de video's van week 1 te bekijken? Ja, die ontwerpproces video, dat is echt een videootje van 5 of 6 minuten van vorige week. Ja, kijk die vooral. Al die uitlegvideo's van ontwerpmethoden, die zijn altijd korter dan 10 minuten. Dat zijn korte interactieve filmpjes. Dus die kun je ook nazoeken als je nog een keer het nog een keer wil horen. Makkelijker dan zo'n enorme stream. Dus ja, als je die niet hebt gezien, die ontwerpprocesvideo, kijk die. En dan vraagt Samuel een goede vraag om dit eerste uurtje mee af te ronden. Krijgen we een nieuwe taak die we deze week moeten inleveren? Mijn eerste antwoord daarop ken je natuurlijk. Dat staat op Brightspace, jongens en meisjes. Er staan instructies per week onder T2 die je kunt bekijken. Maar daar gaat ook het tweede gedeelte van het college over. Dus het is nu even pauze, later dan de bedoeling was. Ik zal even de tijd aanpassen. Hup, schakel, schakel. Hoe laat is het inmiddels? 11:30. Nou weet je, we gaan gewoon een goede pauze doen. Like zo. Dat zie je natuurlijk niet met mijn hoofd ertussen. We gaan even een kwartiertje pauze houden. Volgens het gewoon een normale college rooster. Om 11:45 gaan we door met het tweede gedeelte. Ik hoop dat wat korter te doen, zodat de mensen die de trein moeten halen weg kunnen. Maar we pakken even een kwartiertje pauze. Ik moet ook even een glaasje water drinken. En dan gaan we om 11:45 verder. En dan ga ik het hebben over verkennen, experimenteren. En wat we de komende week gaan doen. Ik ga er veel tips voor geven, voorbeelden voor laten zien. En de opdracht bespreken. Tot zometeen.
Oké, welkom terug iedereen. Als ik zo de chat zag net in de pauze, dan is het rustiger geworden qua spam. De stream staat inmiddels unlisted. Ik denk, ik zet een public, dan kunnen jullie netjes in de feed video's zien alle colleges. Maar ik moet hem dus tijdens de stream unlisted doen en pas als hij af is, moet hij public, anders wordt het een bende. Nou, weer wat geleerd. Ik zag een ander soort spam in de pauze net. Gelukkig, hopelijk is het dus wat rustiger. Oké. Sowieso, hopelijk, dit tweede half uurtje iets rustiger. Het doel nu is vooral om voorbeelden te laten zien van wat jullie deze week moeten gaan doen. Hoe dat eruit ziet in het echt van een aantal beroemde ingenieurs. Dan ga ik dat laten zien. En het idee is dat jullie daar een beetje bij meekijken en ook nadenken, wat valt me hier nou op? Wat kunnen we hiervan leren? En dan, dat kan straks in de chat. Ik zeg al vanaf wanneer. En dan gaan we eens kijken wat we kunnen leren van het werk van mensen die veel succes hebben gehad in de werktuigbouw de afgelopen twee eeuwen. Oké, maar eerst even een klein voorbeeldje. Om te laten zien dat wat ik hier net tekende, hè, die exploratiefase die we deze week twee gaan doen, dat je heel erg de breedte ingaat. Dat niet iets is wat wij jullie verzonnen hebben en dat jullie hier in Delft moeten doen. Nee, dat is iets wat altijd overal gebeurt. En ik vond daar laatst een heel grappig voorbeeldje van. Ik ben nogal fan van techniekgeschiedenis, zoals jullie zullen gaan merken de komende weken. Veel van mijn voorbeelden zijn wat oud. Maar dat komt omdat dat vaak dan heel goed gedocumenteerd is en mooie overzichtelijke voorbeeldjes zijn. En laatst zat ik te neuzen in oude NASA-conferentieverslagen. Vraag me niet waarom, iedereen moet een hobby hebben. En dit ging over de Lunar Cart. Dus dat was een wagentje voor op de maan, maar niet die auto die ze toen mee hebben genomen. Maar een trekkarretje voor de missies toen die auto nog niet af was. En wat doen ze dan aan het begin van dat proces? Blader even door de paper zelf heen. Om naar de plaatjes te gaan, die natuurlijk vergeten is. Refresh. Ik denk, ik zet dat allemaal klaar voordat het college begint. Moeilijk. Kijk. En dit vond ik hilarisch. Dus dit zijn serieuze ingenieurs van de NASA. Die moeten echt moeilijke dingen gaan engineeren. En aan het begin even kijken, hoe kan dat allemaal, zo'n karretje? Je kunt een soort sleepwagen maken. Dan zou die ezel zou de astronaut zijn, gok ik. Koffers lijken logisch, een soort pallet om mee te slepen. Kruiwagen lijkt logisch, een soort riksja en een bolderkar. Dus ook zelfs voor zoiets voor de hand liggers als een wagentje voor het astronauten die op de maan gaan rondlopen. Er wordt altijd even gekeken, hoe kan dat allemaal? En hier zie je ook weer wat ik net vertelde, dat die ideeën leiden tot nieuwe ideeën en nieuwe ontdekkingen. Daarom noemen we het ook verkennen. Omdat ze gingen aan de gang met die riksja en ze kwamen erachter dat als je die beet houdt, dan moet je continu die handvaten met je hand klemmen. En die pakken van die astronauten, daarvan wilden de handen heel graag steeds open, omdat die onder druk stonden. Dus die moesten steeds heel veel kracht zetten. Dus daar kwamen ze achter dat dat een slecht idee was, dus dat hebben ze aangepast. Dus uiteindelijk werd het een soort combo van die riksja, maar dan maar met één handvat. Dit is waarom ik NASA-voorbeelden mooi vind. Het zijn altijd simpele dingen, gewoon een karretje, maar dan helemaal doodgeëngineerd, omdat het aan zulke extreme eisen moet voldoen. Dus eigenlijk het enige wat ik hier, wat het punt van dit voorbeeld is altijd even de breedte in, altijd even kijken op welke manier het allemaal kan. Dat is wat ontwerpende ingenieurs doen. En dat leidt niet alleen tot betere ideeën, die ideeën gaan ook elkaar kruisbestuiven. Dus denk nooit, ik weet hoe het moet, we gaan het zo uitvoeren. Altijd even de breedte in. Oké, nu ga ik, maar wat zo mooi is, kijk, ik lees daar allerlei boeken over. Zoals ik liet net deze al zien. Het gaat niet alleen over paperclips, maar ook over de geschiedenis van de rits en van blikjes en hoe je die dan openmaakt. Mooi verhaal. Geschiedenis van de schroef. Verrassend moeilijk uit te vogelen wanneer de eerste schroef om iets vast te maken ontworpen is. Of eigenlijk is de geschiedenis van de schroevendraaier, dit boekje.
Mocht je dit een interessant onderwerp vinden, dan kan ik deze van harte aanraden. Als je nog een rolmodel zoekt als ingenieur, dan kun je het slechter doen dan de Wright broers. Het is teamwork, ze gaan heel wetenschappelijk te werk. Je zou misschien zeggen, dat is lucht- en ruimtevaart. Maar zij waren fietsenmakers, de Wright broeders. En de vliegtuigen waren een nieuw soort apparaat. Dus dit is werktuigbouw op zijn best, wat mij betreft. Dus mocht je nog lectuur zoeken voor in het weekend, zoek deze op. Hier komen later ook nog voorbeelden van langs. Dit is iemand die een geschiedenis heeft geschreven van waarom tekenen en visueel denken altijd zo belangrijk is geweest in de engineering. En de reden dat ik hier even doorheen blader is om mijn volgende onderwerp in te leiden. Want wat zo mooi is aan de laatste tijd is dat je niet alleen maar dit soort obscure boeken kan lezen, maar dat heel veel musea en collecties, die hebben hun collecties gedigitaliseerd. Dus we kunnen nu door de schetsboeken van beroemde engineers heen bladeren. En dat is wat we gaan doen. We gaan zo meteen door iemand zijn schetsboeken heen bladeren die jullie denk ik allemaal kennen. Maar ik wil beginnen bij iemand die misschien niet iedereen kent. Namelijk Charles Babbage. Babbage was iemand in de 19e eeuw en die maakte ontwierp dit soort dingen. Geloof het of niet, dit is een rekenmachine. Rekenmachines waren mechanisch vroeger en Babbage maakte de meest complexe rekenmachines. Hij had zelfs plannen voor mechanische computers die je kon programmeren. Inderdaad, mensen herkennen het in de chat. Het is inderdaad een super gaaf verhaal. Ook om te weten, een vriendin van hem, Ada Lovelace, die was misschien nog wel briljanter, die schreef een soort van de software, de algoritmes voor die computers. Dat is nooit gelukt, omdat de productietechniek hier gewoon niet aan toe was. Dit is ook een moderne replica hiervan. Maar dit zijn dus extreem complexe apparaten. Allemaal volledig mechanisch. En de Science Museum in Engeland heeft daar niet alleen foto's van het apparaat, maar ook scans van zijn schetsboek. Sketchbook nummer 3 is dit. En nu ben ik dus benieuwd als we hier doorheen gaan bladeren en door de rest. Wat valt jullie op? Wat kan je hiervan leren van hoe je dat doet als je aan het exploreren bent, als je aan het ontwerpen bent? Dus kijk even mee en typ in de chat als je wat opvalt waarvan je denkt, hey, dat kunnen wij ook op die manier doen. Of hey, hij tekent op die manier, of dit is wat hij doet. Nou, mooie handschrift kunnen we laten gaan misschien. Er zit eerst heel veel inleiding en rekenwerk van tevoren, want het is natuurlijk een rekenmachine, dus daar komt rekenwerk aan te pas. Maar hier beginnen de mechanismen. Hij schrijft als een dokter, zegt iemand, ja. En dit is heel duidelijk een boek voor hemzelf. Dit is aan hemzelf, hij is aan het nadenken. Dus het hoeft niet altijd helemaal in één keer netjes. Sterker nog, als je zelf aan het ontwerpen bent, mag het best wel rommelig eerst. Deze ga ik even snel doorheen, de tekeningen komen zo. En hier zit weer tussen al die berekeningen zit een tekening. Iemand zegt kleine tekeningetjes. Ja, ze gaan heen en weer tussen groot en klein. Jens zegt veel tekeningen. Ja, dat is inderdaad één van de dingen die ik hoop dat jullie hieraan meenemen. Het is heel veel. Dit is sketchbook nummer 3 uit een hele stapel van tientallen, geloof ik. Dus dit gaat echt op een dag gaan pagina's vol. Bart zegt, is mooi dat zijn rechte lijnen net zo krom zijn als die van mij. Ja, inderdaad, je hoeft helemaal niet een kunstenaar te zijn om een goed werktuigbouwkundig ontwerper te zijn. Maar je ziet, wat je hier wel ziet is bijvoorbeeld dat zo'n rechte lijn, die loopt een beetje door. Waardoor je wel, je kunt dit lezen, je weet dit is bedoeld als rechte lijn. Dit zijn tandwieltjes die aan elkaar haken. En dit is inderdaad uit de losse pols getekend, zegt Renskets, met de hand gemaakt. Geen geo of rechte lijnen. Iemand anders zegt ook, het hoeft niet altijd isometrisch, maar op gevoel. Straks gaan we zien dat je ook heen en weer tussen 2D en 3D kan. Maar ja, Babbage die was heel erg van de 2D tekeningetjes inderdaad. Maar de ervaring is wel, wij leren jullie dat isometrisch tekenen, omdat als je dat goed onder de knie hebt, dan word je ook beter in dit soort dingen goed doen. Hier zie je ook heel veel cirkels. Ja, dit was iets met heel veel wieltjes. Maar je ziet hier ook een doorsnede, hè? Van een as met dan dingen die daaromheen zitten. Dus wat hier ook mij hier al heel erg opvalt, is dat hij heen en weer gaat tussen schematische 2D-schetsjes die eigenlijk heel abstract zijn, en heel concrete tekeningen, zoals hier rechts, van echt immateriaal. Dit is echt een onderdeeltje met wanddikte, dat om een as heen zit.
En schroefdraad tekent hij af en toe. Menno zegt altijd tekeningen in twee kijkpunten. Bovenaan aanzicht, zijaanzicht enzovoort. Ja, hij tekent altijd, en dat doen alle ontwerpers, hetzelfde ding een aantal keren uit verschillende oogpunten, in verschillende standen. Dat is wat je inderdaad, dat is wat opvalt in al dit soort boeken. Nou, en dit gaat maar door. Dit zijn pagina's en pagina's en pagina's. Oké, next. Ik heb nog een boek bij me. Sterker nog, ik heb nog twee boeken bij me. Moet ik even naar deze. Wie herkent deze dude? Einstein? Nee, dit is niet Einstein. Het is ietsje eerder. 19e eeuw. Edison. Marijn wint. Dit is een jonge Edison. Hij is hier rond de 30. Jonger dan ik. Ouder dan jullie. Maar hier heeft hij al, is hij al heel succesvol. En ook al zijn schetsboeken en notitieboeken zijn gedigitaliseerd. Dit is een wat netter boekje. Een soort ontwerpverslag over de Automatic Printing Telegraph staat hier. Hij ontwierp niet alleen elektronica en verlichting, maar ook heel veel telegrafie. En dit is er eentje die automatisch dan op een bandje de boodschap zou printen. Nou, dit begint een beetje met tekst. Nogmaals, dit is een wat netter boek. Dit is een soort ontwerpverslag. Maar nog een keer, wat valt je op als je naar die tekeningetjes kijkt? Deze heeft inderdaad, dit is inderdaad een beter handschrift, want dit is nogmaals een verslag. Dit is voor andere mensen gemaakt om het uit te leggen. Dus dat verschil is ook iets om op te letten. Hè? Je maakt tekeningen voor jezelf en blaadjes en tekst en soms voor anderen. Dat zijn twee verschillende dingen. Die kun je alle twee doen. Iemand zegt verschillende hoeken. Ja, inderdaad. Dit is soort van isometrisch, inderdaad. Hij doet dat wel. Hier ook. Maar hij combineert dat steeds met 2D. Arno zegt onderdelen de naam gegeven. Iemand zegt ook labeltjes eraan. Ja, hij doet dat steeds met letters en cijfers. Maar je kunt hier ook gewoon met een pijltje een naam bijzetten. Inderdaad, dit is het tandwieltje en dit is de as naar de motor. Weet ik veel. Oké, next. Vaak kleine onderdelen, zegt Niels. Ja, dit is inderdaad dit is een priegelig werk. Orthografisch en isometrisch is inderdaad, gaat steeds heen en weer, hè, tussen tweedimensionaal en isometrisch. Het is niet helemaal isometrisch, maar het is wel 3D. Dus dat is alle twee nuttig. Dus als je ideeën aan het schetsen bent, probeer dat ook te doen. Ga heen en weer. En ook hier zie je wat iemand bij Babbage opviel. Hij tekent hetzelfde ding steeds meerdere keren. En wat mij ook heel erg opvalt, is dat hij steeds verschillende opties voor hetzelfde ding tekent. Dit is eenzelfde verbinding op twee verschillende manieren gerealiseerd in materiaal. En hier zie je dat ook heel duidelijk. Dit is een mechanisme om een beweging stapsgewijs door te geven. Dus iets dat soepel ronddraait moet tik-tak, tik-tak, tik-tak gaan doen. En daar tekent hij gewoon even drie optietjes voor. Gewoon om te kijken, goh, hoe kan dat allemaal? En welke voor- en nadelen heeft dat? Hoe presteert dat? Wat is de prestatie van die versus die versus die? En welke zouden dan beter zijn? En hier nog een keer van een ander soort verbinding waar iets stapsgewijs aan een wieltje doorgegeven moet worden. Doet hij gewoon drie verschillende opties. Altijd voor elk onderdeel, voor elke functie even verschillende mechanismen, zodat je kunt gaan vergelijken. Hey, die vind ik goed. Waarom vind ik die goed? Nou, omdat die heel, omdat er heel weinig wrijving in zit bijvoorbeeld. Nou, dan weet je dat je daar op moet gaan letten als dat een belangrijk prestatiecriterium is. Daan zegt, oh vet, het regelsysteem van een stoommachine. Die zit hier, inderdaad. Dit is een regulator. Als dit gaat draaien, dan gaan die ballen vliegen naar de zijkant toe, waardoor het geheel afgeremd wordt. Dus daar regel je de snelheid mee, daar maximaliseer je de snelheid mee. En dat is goed dat je dat opvalt, want wat hij hier dus doet, is een bekend mechanisme, wat hij gezien heeft, en waar hij een keer een analyseverschetje van heeft gemaakt, als aantekening. Dat gebruikt hij nu in een heel ander type apparaat, in een telegraafapparaat. Dat heeft niks met stoommachines te maken. Dus je moet ook een soort bibliotheek van dat soort mechanismetjes opbouwen. Dus je moet goed kijken naar de wereld om je heen. Je moet er tekeningetjes van maken om te zien hoe werkt het. Je denkt nou over de functie, over de prestatie, enzovoort. Oké, maar dit is iets te netjes. Ik wilde, om het compleet te maken, ook nog een ander boekje van Edison laten zien. En dit is meer zoals dat boek van Babbage, namelijk een schetsboek voor zichzelf.
En daar zie je weer, dit gaat ook gedeeltelijk over gloeilampen, die Edison trouwens niet uitgevonden heeft. Hij heeft ze geoptimaliseerd en succesvol op de markt gebracht. Maar hier zie je ook weer, voor de constructie van zo'n gloeilamp, 3 verschillende optietjes. Gewoon even kijken, hoe kan het allemaal? En hier gaat het ook over de productie bijvoorbeeld. Maar je ziet, dit is veel rommeliger. Dit was echt een schetsboek voor zichzelf. Dit is een apparaat om... Oh, wacht. Ja, mijn luchtalarm gaat. Ik ga toch rustig doorpraten, want ik hoop dat het redelijk er doorheen komt. Als ik naar mijn volumemetertje kijk, zouden jullie me nog moeten kunnen verstaan. Dit is een soort apparaat voor het carboniseren van die filamenten die in die lampjes zaten. Dat is een soort brandertje. En je ziet ook weer, hij tekent hem een heel aantal keer. Hij tekent hem 3D, hij tekent stukjes 2D, soms in één tekening 3D en 2D, isometrisch en tweedimensionaal. Een doorsnede tekent hij ervan. En hier een buitenaanzicht. Dus let daarop. Iemand zegt inderdaad, hij heeft geen teksten hier. Wel een beetje, er staan hier en daar opmerkingen. Hier staat een opmerking. Maar dat maakt dit veel minder leesbaar. Dus dat is inderdaad iets wat je wel wil doen. Dat je een pijltje erbij zet en een tekstje erbij wat het is. Dat maakt het voor je teamgenoten veel duidelijker. Wat hij ervan zou... wat hij ermee bedoelt. Dit is weer een heel ander mechanisme voor een soort transportsysteempje. Dat over rails loopt. En je ziet ook de railsophanging. Nou, het tekent gewoon even een aantal opties. En hier weer alles wel isometrisch. Dus hij gaat de hele tijd heen en weer. Tussen abstracte tekeningetjes van alleen maar de vorm. Naar heel realistische tekeningetjes met echt schroefjes. Tussen 2D en 3D. Tussen onderdelen en het geheel. En er is duidelijk een onderscheid tussen zo'n boekje als dit. Heel los en verkennend. Een beetje voor zichzelf. Zo'n boekje wat hij schrijft als ontwerpverslag voor zijn collega's of een opdrachtgever. Dus dat zijn de dingen die je hieruit mee kan nemen. En je ziet nogmaals, dit is hoe de mensen die er succes mee hebben gehad in het verleden het doen. Dus doe ze na, zou ik zeggen, komende week. Want dit is ongeveer wat jullie deze week moeten gaan doen. Ik ga nu even wisselen van hoe dat eruit ziet, exploreren, naar wat jullie opdracht is deze week. CJ zegt, is onze opdracht deze week slecht tekenen? Ja, jullie opdracht is deze week ook om slecht te tekenen. Ook om daarna netjes te tekenen, maar de nadruk ligt deze week op kwantiteit. Hè. We gaan, als ik nog een keer naar mijn uitlegje ga, we gaan de breedte in. Dus we willen een zo compleet mogelijk overzicht maken van de mogelijkheden deze week. En wat moet je daarvoor doen aan het eind van de week? Is een morfologische kaart maken. Daar is een losse video over en ik dat uitleg. Maar dat is een soort systematisch overzicht van alle mogelijkheden. Je gaat dat niet heel netjes invullen. Dit is een soort van de nette versie. Hè? Dus je gaat heel erg de breedte inschetsen. En we vragen ook elke groep om daar een soort brainstorm workshop voor te organiseren. Dat kan of fysiek hier aan tafel, maar dat kan ook online als je een videobelverbinding open hebt staan met z'n zevenen. Dat heet een HKJ workshop. HKJ staat voor hoe kun je. En dat is eigenlijk niet meer dan een gestructureerde manier om per deelfunctie heel veel ideeën te verzamelen en te tekenen. Op een hele snelle en rommelige manier die je dan later kunt organiseren in zo'n nette morfologische kaart als dit. Dus dat is ook wat je in moet leveren aan het eind van de week, deze morfologische kaart. Maar denk eraan, dat is dus niet alles dat je doet deze week. Je gaat ook je programma van eisen aanscherpen en uitbreiden op basis van die filmpjes over de criteria die ik liet zien, waar ik naar verwees. Je gaat ook breder schetsen en ideetjes maken. Je gaat ook nog steeds op zoek naar bestaande mechanismen, zoals bestaande mechanismen in lasergesneden plaat enzovoort. Dus wat je inlevert is die morfologische kaart, maar dat is niet alles dat je doet deze week. Lees de instructie per week goed gebruik zoveel mogelijk van je tijd om zoveel mogelijk ideeën te verzamelen en zoveel mogelijk overzicht te creëren voor jezelf, zodat je volgende week echt op een wat smaller pad, op een paar opties kaart aan het ontwerpen kan slaan.
Sil vraagt, wij zijn in een groep van 6. Is dat een nadeel ten opzichte van 7 of 8? Nee. De ervaring leert dat eigenlijk 6, 7 of 8 heel weinig uitmaakt. Met z'n 8 heb je soms meer ideeën, maar moet je wat meer coördineren. Met z'n 6 heb je wat minder mensen om op elkaar, met elkaar te sparren, maar is het weer wat makkelijker samenwerken. En dat balanceert elkaar over het algemeen redelijk uit. Dus de grootte van je groep maakt niet heel veel uit hiervoor. Even kijken. Oké, dus ik ga nog een laatste ding laten zien. Maar nogmaals samengevat, de opdracht voor deze week is om die morfologische kaart in te leveren aan het eind van de week. Maar eigenlijk moet je veel meer doen. Kijk naar de instructies per week onder T2 op Brightspace. En die morfologische kaart is een groepsopdracht. Ook dat staat netjes bij in de instructies per week. Lin vraagt, moet je aan het einde alles inleveren wat je doet voor je verslag? Ook dat kun je vinden, wat je in moet leveren. Het staat allemaal op Brightspace. Dat voert nu te ver om dat allemaal te doen. Iemand vraagt me voor die link van mijn voorbeelden. Die ga ik zo posten als ik klaar ben. Dan kunnen jullie daarheen. Dus die krijgen jullie van mij. Maar eerst wil ik nog even één laatste dingetje laten zien. En dan moet ik weer even terug naar Brightspace. Ja. Er is nog een belangrijk ding waar ik even jullie aandacht op wil vestigen. En ook die staat onder content, zoals alle instructies en informatie over het vak. Ik heb de hele tijd gezegd, kijk bij T2. En daar staan ook die instructies per week, staan hier. Als je hier naar beneden bij T2. En het groepsproject. Daar staan instructies per week. Het staat gewoon per week wat je moet doen, wat je inlevert en wat je daarnaast nog doet. Er staan ook die uitlegvideo's nog een keer. Maar waar ik ook nog even op wil wijzen is bij de algemene vakinformatie. Daar staat de metrokaart hier. En dan ga ik even naar mijn andere dingetje. Even kijken, ratel ratel. Deze. Dus, daar bij vakinformatie staat de metrokaart. Kijk naar dat ding, want dat is een overzicht van alle deadlines. En daar staat ook aangegeven wat individueel is, de witte bolletjes, en wat zwart is, of wat voor de groep is, de zwarte bolletjes. En dan zie je in week 2, hierom, dat jullie individueel morgen, eind van de dag, de individuele opgave voor T1, dus voor het woensdagcollege, in moeten leveren. Dat gaat over die stangenmechanismen en zo. En met de groep heb je aan het eind van de week een deadline om die morfologische kaart in te leveren. Vrijdag om 3:30. De groepsdeadlines zijn altijd halverwege de middag, omdat we ervan uitgaan dat je dit eigenlijk aan het eind van je tweede projecttijd al af hebt. Dus dat doe je met de groep. Nogmaals, niet alles dat je doet, maar dat is wat je inlevert. En daar ga ik dan volgende week maandag weer feedback op geven. Deze week is er ook nog weer een tekenopdracht natuurlijk, dat is ook individueel. En let op, je hebt veiligheidsinstructie waarschijnlijk deze week. Bijna iedereen heeft dat deze week, dat staat gewoon in je rooster. Zoek dat op, ga daarheen, want dat is een verplicht onderdeel van het vak. En als je dat nu mist, dan heb je meteen een vervelende achterstand. Dus daar moet je echt heen. Er wordt gevraagd of het klopt dat je de individuele opdracht nog niet in kan leveren. Kan ik niet zo goed zien. Sowieso al die praktische vragen, ik ga ze niet allemaal kunnen beantwoorden nu. Dus als er nog iets open staat, vul het straks in het formuliertje in. Dan resten mij nog 2 dingen voordat ik klaar ben. Ik ga die link voor jullie pakken. Jullie zien mij even twijfelen omdat ik dan naar het goede venstertje moet. Schakel, schakel. Even kijken. Deze. Zo. Ik heb de link in de chat gezet over de voor de waar ik al die voorbeeldjes heb staan van lasergesneden materiaaltjes. Daar kun je deze week ook nog naar kijken. Dat is niet alles, hè? Dat is meer een soort voorbeeld van de soort dingen waar je nog naar op zoek kan. Naar bestaande mechanismen, maar ook naar het materiaal waar je in gaat werken. Dus die kunnen jullie gaan bekijken. Maar voordat je dat gaat doen, gaan we zoals altijd het college vandaag afronden met een kleine quiz.
Dan kun je kijken of je de kern van het college begrepen hebt. Er zit ook een open vraag in dit keer, waarin ik kan zien hoeveel jullie hebben meegekregen van mijn voorbeelden net van al die schetsen. En daar heb je ook de mogelijkheid om al die vragen die je nu nog hebt te stellen. En die ga ik dan of morgen of uiterlijk woensdag krijg je daar antwoord op. Ligt een beetje aan hoeveel het er zijn en hoe vol mijn mailbox zo meteen zit als ik klaar ben met college. En het linkje van de quiz zal ik ook in de chat zetten. Hoewel die super simpel is, dat zou ook te typen moeten zijn. Dit was het college. Dat was de opdracht. We gaan deze week exploreren en verkennen. De rest van de instructies staan op Brightspace. Als allerlaatste afronding zou ik het heel leuk vinden als jullie deze quiz doen en mij feedback geven over wat je geleerd hebt. Dan ga ik naar de vragen kijken. Hopelijk zie ik jullie een beetje in het voorbijgaan als ik door de faculteit loop deze week. En anders zien jullie mij volgende week maandag weer hier op het scherm. Tot volgende keer. Doei doei!